is Omroep Zuidwest. Omroep Zuidwest. Update. Ja, de drakenbootrace. Wat houdt deze drakenbootrace in? De drakenbootrace, dat is een wedstrijd die wij organiseren tijdens de sleepbootdagen. Waarin wij met de zo bekende drakenboten, dat zijn eigenlijk hele grote kano's. Met twee boten eigenlijk wedstrijden tegen elkaar racen. Deze boten die huren we in met inderdaad een vaste schipper. Want de schipper heeft dan ook de leiding over de teams. Zodat eigenlijk de boel wel veilig gebeurt. Want kijk, de teams, dat zijn eigenlijk de buurtverenigingen die wij uitgenodigd hebben. De sportverenigingen, de vriendengroepen, bedrijven. We hebben zoveel mogelijk mensen hier binnen het dorp aangeschreven en aangemoedigd om mee te gaan doen met deze drakenbootwedstrijd. Wat hebben jullie bezoekers allemaal te bieden? De bezoekers te bieden. Wij uiteraard hopen we dat de teams die zich opgegeven hebben mooie uitgedorst zijn en dol enthousiast de wedstrijd willen gaan beginnen. Wij hebben natuurlijk, wat we te bieden hebben, is natuurlijk een spektakel. Wanneer je twee teams in een drakenboot zet en je laat ze strijden tegen elkaar, dan heb je eigenlijk automatisch al spanning en de wedstrijd en strijd. En dat is natuurlijk altijd leuk om te zien. Het is een heel leuk begin van inderdaad de sleepbootdagen. Een leuk spektakel met elkaar inderdaad op het water. En wanneer het weer een klein beetje meewerkt, dan grandioos. En wanneer wordt die gehouden? Dat is vrijdagavond, 29 april. En de start is rond 8:30. Succes! Update!